En vooral mijn kinderen. Daar vind ik het heel erg voor, mijn kinderen. Ja, waarom? Echt. Wat ze die aan doen, is niet normaal. De eigenaar van dit autobedrijf, Dictus Karel, voelt zich gepest vanuit de gemeente. Er wordt namelijk een bushalte voor zijn bedrijf neergezet. En dat is niet met hem overlegd en daar is hij het ook niet mee eens. Maar hij denkt dat er meer achter zit bij de gemeente. Hier is een klein stukje grond, zoals we dat noemen, de berm. Je ziet wel, daar is hij een stuk groter. En dan willen ze hier een stukje van 90 centimeter willen ze de bushalte maken. En hier komen bussen van 12, 15 en 18 meter. Oké. Okay. Dus als er eentje van 18 meter komt, staat een parkeerplaatsje voor de oprit. Ja, maar is het nou zo erg dat als een bus hier stopt, dat die even 3 seconden hier voor de deur staat en dan weer wegrijdt? Dat is 120 keer per dag. Ja. En dat begint morgens om 6:30 tot 12:30. Ja. En dat is om de 10 minuten. Soms staan er 3 bussen achter elkaar. Die ene rijdt weg en de andere stopt. Maar u heeft het idee dat de gemeente dit alleen maar doet om u te pesten? Ja, alleen maar om te pesten, want dat is al 12 jaar aan de gang. Ik ben meer dan een half jaar bezig geweest met de burgemeester Vermeu een afspraak te maken. Dat is op de dag van heden nog steeds niet gelukt. Dus ja. Maar waarom zouden zij u willen pesten? Dat weet ik ook niet zo. Waarom wil ze met mij geen gesprek? U wordt dus gepest door de gemeente. Dus wat doet u? U pest terug en zet hier 2 van uw grote bussen. Dat is niet terugpesten. Dat is iets. Ik moet mijn eigen aan de wet houden. De buurman moet mijn eigen aan de wet houden. Jullie moeten je eigen aan de wet houden. Dus de gemeente Zunnik moet zijn eigen ook aan de wet houden. En wat is de reactie van de gemeente op deze bussen van u? Want dit mag gewoon natuurlijk. Ja, die willen ze wegslepen op eigen kosten. En een dwangsomboete van 2000 euro, zeggen ze. Ja, ik tel zo'n kan met de schadeclaim bij die ik heb liggen. Met mij en vooral mijn kinderen. Daar vind ik het heel erg voor, mijn kinderen. Ja, waarom? Echt. Wat ze die aandoen, is niet normaal. Wat is er met uw kinderen dan? Ja, wat denkt u wat dat doet? Die zijn thuis van school, die worden dat allemaal gehad. En dan een gemeente Zunnik. Is dat niet normaal of wel? Nee. Ik vind het niet normaal wat ze doen. Ze durven het eigenlijk nog niet te laten zien. Waarom doet de burgemeester niet gemalen gesprek aan knopen? Wat hebben ze dat tegen verteld over mij? Ik ben geen boef, ik ben geen gangster. Nee. Helemaal niet. U denkt dat het komt omdat u een corruptieschandaal heeft u ontdekt, hè, van de gemeente? En dat wil je... Misschien wel meerdere. Kunt u wat noemen? Nee, daar kan ik niet veel over zeggen, want ik wil dat bewaren tot het laatst. En wat is het moment dat u denkt van nou, ik ben er helemaal klaar mee, weet je wat, ik leg alle corruptie op tafel, bekijk het maar, gemeente Zundert. Ze houdt het wegslippen en het ligt misschien morgen al op tafel. Ja. Nou, dan gaan we even naar de buurman, die staat er even verderop. Neem ik die even over, want buurman, u bent het hiermee eens, hè? Dit is een beetje ondernemertje pesten. Kijk, de buurt is niet direct blij met het feit dat hier zo'n bedrijf zit. Dus Karel zegt, nou, begrijp ik wil hier weg. Hij probeert grond te kopen en dan trekt de gemeente zich in één keer terug en zegt, ja, je krijgt de grond niet. Dus hij wordt op alle mogelijke manieren tegengewerkt. Wij hebben ook een contact proberen op te nemen met meerdere mensen van de gemeente, maar ze willen allemaal geen commentaar geven. Veel succes. Ja. Veel succes. We gaan nu even een reactie proberen te halen bij het gemeentehuis, want we hebben al mensen proberen te bellen, maar ze wilden tot nog toe geen reactie geven. Dus die gaan we nu even halen binnen. Ik ben heel benieuwd. We zijn op zoek naar Patrick Kok. Die is verantwoordelijk voor dit schandaal. Hi, ik ben op zoek naar Patrick Kok. Ja, die is er niet. Oh, waar kan ik hem vinden dan? Dan moet je een afspraak maken. Gaan we even kijken of we een afspraak kunnen maken met meneer. Ik heb dit nummer gekregen omdat ik graag een afspraak zou willen maken met Patrick Kok. Dan ga ik u toch even doorverwijzen naar onze communicatieafdeling. Nou ja, het is zo dat ons college op dit moment... Ja, die zijn niet in de gelegenheid om te reageren. Die werken vanuit huis. En die hebben allemaal dezelfde agenda vandaag. En die zit helemaal vol. Karel die gaat hier aan onder door. Die moest bijna huilen net. Die vindt het vreselijk wat er gebeurt. Die probeert ook al sinds jaar en dag contact te krijgen met de burgemeester. Maar er is nooit tijd om hierop te reageren. En nu ook dus weer niet. Ik begrijp niet helemaal wat thuiswerken daarmee te maken heeft. Nou ja, we kunnen de boodschap tot in het treuren blijven herhalen, maar die blijft zoals die is. We gaan even de woordvoerder van de burgemeester bellen. U bent verbonden met de mailbox van... Nou, we wachten nog even af of inderdaad die busjes vandaag worden weggehaald. Want als dat zo is, dan gaan al de corruptieschandalen op tafel. En dan is ineens Zundert een van de grootste criminele dorpen van Nederland. Je weet het niet.